Ja allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Parapa TV. We gaan vandaag iets heel vets doen. Wie gaan we ontmoeten? We gaan vandaag Riva ontmoeten. Dat is dus de dochter van George. Maar wij noemen haar dus echt altijd Spirit. Spirit. Dus wil je Spirit / Riva ontmoeten? Blijf dan kijken! Ik heb er echt zin in. Oké, welke stal zal die staan? Ik weet het echt niet. Ik moet het zien. Hier staat niks. Nee. Hier ligt wat. Maar dit is hem niet. Bex. Dit is hier ook niet. Oeh! Dit is hem. Oh. Ze heeft dezelfde ogen als George. Oh, ze is super zacht. Ja, kom, we gaan erin. Kom maar. Ze heeft echt dezelfde ogen als George. Super lief. Ja, maar ze is wel echt heel zacht. Ze is echt heel zacht. Het voelt echt als een babyhuidje. Ja, en je neusje is wel heel schattig klein. Ja, wat ook wel handig is, dat het een meisjesversie van George is. Dan is ja. Hij niet wat rustiger. Ja. Dit is 4. Oh, echt een babytje. Oh, wel echt goed te rijden. Wil je er 8 ja. Ik heb allebei appels gegeten. Ja! Ik vind haar neusje zo leuk. Maar dan is het zacht? Ja, nou altijd als ik het neusje voel van een paard, vind ik altijd of een paard te vertrouwen is of niet. Als hij zo'n hele harde neus heeft, vind ik hem vaak niet zo. Oh, is het zo? Ja. Oh, grappig, dat wist ik helemaal niet. Dat heb ik altijd. Dan is het helemaal niet waar. Maar... Neus? Dankjewel. Oh, sorry. Je appelpiel. Dat is nog lekker. Oh, ik kan nog niet zo goed appels eten. Nee, maar ze is zo echt door. Kijk, hier wordt al hier, ze is aan het zoeken, vet lullen. Waar is hij? Goed zo. Oh, echt van die babytandjes. Het soort licht als het erop gaat, is het een beetje groen hebt beneden. Oh ja, wat grappig. Ik vind het grappig dat ze uiteindelijk helemaal wit worden. Ja, net zoals George. Ja. Oh, je hebt je hand drogen. Hier, jij ook? Oké, zullen we het baasje vragen of ze gaat opstaan en rijden? Ik wil het echt zien. Ja, ik wil het ook echt zien. Ik wil het ook echt zien. Oké, tot zo, Riva. Spirit. Tot zo, Riva. Smash Spirit. Oh echt? Ja, ze lekker van schuimen. Ze lekker van de dit knallen. Oké, kijk hoe mooi. De bedoeling staat echt mooi, Alissy. Ik vind het zo mooi. Heel cool. En volgens mij gaan we nu lanceren. Inderdaad ben ik echt zo benieuwd hoe ze eruit. Hoe het eruit ziet. Ja, ik ben ook echt benieuwd hoe het eruit ziet. Ja, ik ook. Ik wil het echt zien. En hoe vaak per week rij je erop? We rijden 2 à 3 keer in de week. En de rest van de tijd mag ze lekker in het paddock spelen. Oh. Hoe vaak rij je op, Lissy? 6 keer in de week, want ja, dat is gewoon echt een energiekanon. Ja, hier voel ik ook echt 6 keer in de week. Dat is ook echt een bom. Ja. Oh, ben je er klaar voor, Lief? Oké, ik ben benieuwd. Woehoe! Als eerst van wat moet ik dat? Thank you.
Heel cool. Ik vind die trap ook heel cool. Ja. Oh, oké, daar is ze, daar is ze, daar is ze. Hoi Riva, gaan we naar binnen? Zeg maar hallo tegen mij. Ja. Riva denkt, ik ga naar bed. Die loopt het onder een dekbed. Ja. Oké, kom, we gaan naar binnen. Ik vind haar zo cool, jij. Ik vind haar ook echt heel cool. En die draf, ik vind het echt op George lijken. Ja, ze lijkt heel erg op George, maar ze is ook echt heel braaf. Ja, want serieus, net ging de deur dicht en Yves zou echt gaan rennen. Lissy? Ja, Lissy sowieso. Nou, jouw stal zit langs een treinspoor. Ja, klopt. Gewoon, er komt gewoon een trein langs, dat is gewoon echt keihard. Maar ik denk dat Riva Spirit gewoon echt lief zou blijven. Ja, nou, ik reed dus in de buitenbak en toen zat ik in galop en toen kwam de trein langs en toen lag ik er dus gelijk af. Ja. Oh, en wat vind je van die galop? Want het schijnt dus, als je op Riva gaat galopperen, dat je gewoon een theetje kan drinken. Nou, dat zou wel heel chill zijn natuurlijk. Maar dat lijkt me wel, net zoals Vito, die zit ook echt als een stoeltje. Ja, klopt. Vito is echt als een stoeltje. Oké. Ik mag erop. Oké, ik ben benieuwd. Ik ook. Is ze lief? Ja. Maar wij helpen. Top, ja. Ik ga nooit op andere paarden. Maar ik, omdat het de baby van George is, moet ik denken van dit moet wel goed komen. Je rijdt met Yves, dan kun je met deze. Oh, lekker. Dit is een custom zadel, toch? Ja. Ja. Ja, ze is ook lekker niet te groot, niet te klein. Ja. Het is altijd echt wennen als je weer op zo'n heel jonkie zit. Maar ze zit niet heel wiebelig of zo. Oké, jongens, superleuk. Ik zit gewoon op de baby van George. En het is heel grappig, want omdat ze nog super jong is, dan denk je weer echt van, oh, ze moet nog alles leren. Maar ze zit best stabiel. Braaf. Ja. Goed zo. Oh, ze zit echt lekker. Ja, thanks Liz. Braaf. Het voelt wel safe, denk ik. Hè? Ja, heel safe. En met sturen merk je nog even van, oh, even kijken.
Goed zo. En dan iets toerijden. Goed zo. Braaf. Ja, beter. Oh, het is echt super gaaf om op een kind van George te rijden. Dat is ook een heel gek idee dat dit gewoon ja, een deeltje van George is. En ja, voor haar leeftijd is ze nog heel erg lief, want ze is pas 4 maanden onder het zadel. En we gaan nu een stukje galop proberen, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Oh ja, ik merk het, ja. Goed zo, ze is niet lui. Goed gedaan. Nee, je kan het wel gewoon handelen. Goed gedaan. Oh, het was echt super gaaf. Ze is echt heel lief. Echt nog een babytje, dat je het echt wel flink moet doorrijden, want jonge paarden... Die kunnen nog niet zo goed verzamelen. Dat betekent dat jonge paarden nog niet zo langzaam kunnen. Omdat ze nog heel erg balans moeten opbouwen. Maar ze deed het echt wel heel goed en ze zat echt heel lekker. Goed gedaan. Ja, zo lief. Oké, Liz, ik vond het super leuk om Riva ontmoet te hebben. Jij? Ik vond het ook echt heel leuk. Ja, doei Riva. Oké, jullie bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Tot volgende week. Doei. Bye.